Meer dan 2000 doden, meer dan 30.000 besmettingen. Spanje is na Italië de coronabrandhaard in Europa. Spanje is momenteel ook in volledige lockdown, zoals je dat zegt. Je mag alleen over straat als je naar je werk moet, je hond aan het uitlaten bent of boodschappen moet doen. En als je je niet aan de regels houdt, riskeer je een flinke boete. Ook mag je niet met meer dan één persoon in de auto zitten. Ja, midden in die brandhaard ligt hoofdstad Madrid. Die stad is het zwaarst getroffen door het virus. Er zijn 10.000 mensen besmet. En daar woont ook oud-Almere Linda Schipper. Zij is momenteel aan het werk bij kinderwenscentrum Tambre. Linda, goedemiddag. Hoe is de situatie daar op dit moment? Goedemiddag. Onder controle. We nemen strenge maatregelen. En op die manier gaat het wel aardig. Kun je een beetje de situatie beschrijven in jouw persoonlijke omgeving? Ja, als je in Madrid op straat loopt, dan is het echt een beetje een spookstad. Je ziet een aantal auto's, maar het is voornamelijk taxis of mensen die op weg zijn naar hun werk. Ik ben zelf nog wel aan het werk. Hier bij kinderwenscentrum Tambre zijn we gewoon nog geopend. We proberen onze patiënten gewoon net als normaal zo goed mogelijk te helpen. Maar je merkt wel dat we zoveel mogelijk proberen via vanuit huis te doen. Dus de e-mails die we sturen en contact met de patiënten gaat voornamelijk vanuit huis. Zodat ze zo min mogelijk naar de kliniek hoeven te komen. Want zoals bekend is dat Madrid lockdown is. En ja. Daar mogen we zo min mogelijk over straat. Dus we proberen zeg maar wel aan de regels te houden, het allemaal zo goed mogelijk te doen, maar wel te zorgen dat we natuurlijk wel gewoon onze patiënten nog kunnen behandelen. Ja. Dus voor mij, ik ben voorlopig nog aan het werk. Wat doen jullie precies eigenlijk? Want een kinderwenscentrum, wat houdt dat precies in? Dat is een fertiliteitskliniek. En wat we doen is, we zorgen dat iedereen die een kinderwens heeft, uiteindelijk ook ouder kan worden. Ja, we zouden bijna vergeten dat dit gewoon doorgaat natuurlijk. Maar gaat dit ook gewoon dus door tijdens zo'n crisis? Ja, wat we wel proberen, hebben natuurlijk, het is een beetje lastig met de internationale patiënten op het moment, omdat die niet meer hierheen kunnen komen, omdat het allemaal afgesloten is. Maar wat we daarom doen is dat we zorgen dat we online, via Skype voornamelijk, proberen zij hen toch in contact te brengen met onze doktoren, zodat zij in ieder geval het team pas kunnen leren kennen. En dan zodra de situatie verbeterd is, dat ze dan echt naar onze kliniek kunnen komen om de behandeling te starten. Maar al het voorafgaande, in plaats van om dat echt hier in Madrid te doen, proberen we dat te doen online. Nou, zeg jij van, nou goed, ik werk in de zorg, dus mijn werk gaat nog even door. En daarom mag je waarschijnlijk ook over straat, hè, vanwege je werk. Maar ondanks dat je gewoon naar je werk mag, dan neem ik toch ook aan dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen, hè? Even los van dat Skype wat je dan doet? Ja, uiteraard. We hebben een speciale brief nodig. Dat echt als de politie die kan je stoppen. Want er zijn echt auto's aan het controleren om te zorgen dat er mensen niet zomaar over straat gaan. Zoals je al aangaf, werk ik in de zorg. Dus ik mag wel gewoon doorgaan en heb dus een speciale brief daarvoor. En wat we hier in de kliniek doen is voornamelijk heel veel je handen wassen. Zorgen natuurlijk dat je een speciale alcoholoplossing hebt. En zoals je ziet werken we met handschoentjes om infecties te voorkomen. We hebben mondkapjes op, zodat we in ieder geval de collega's onderling gewoon echt voortzorgmaatregelen nemen. Dat mocht er een virus in de buurt zijn, dat we daar tegen beschermd zijn. Dus op die manier. Nou is Madrid in volledige lockdown. In Nederland gaan ook stemmen op om dat te doen. Ze zijn nog een beetje afwachtend. We hebben vanavond om 6:30 een persconferentie. Ik weet niet precies wat daar wordt verteld, maar waarschijnlijk dat er wat meer winkels dicht gaan. Maar nog niet echt dat we overgaan op een volledige lockdown. Madrid is wel daar in die situatie. Je zei het net al, het is stil op straat en mensen moeten papiertje laten zien. Maar als je gewoon even puur kijkt naar je dagelijkse bezigheden, als je een boodschapje wil doen, hoe ziet die wereld er dan nu op dat moment uit? Ja, voornamelijk dat is inderdaad een goede. Als je boodschappen wil doen, dan moet je buiten in een rij staan. En dan zijn het echt 1,5 meter, 2 meter tussen elke persoon die in de rij staat. Je mag alleen maar in je eentje, tenzij je natuurlijk iemand hebt die hulp nodig heeft. Om bepaalde reden. Mm-hmm. In ieder geval sta je buiten in een rij en dan mag je 1 voor 1 naar binnen. En dan wordt je meteen alcohol overhandigd of handschoentjes, dat hangt van de supermarkt af. En op die manier kun je dan de supermarkt binnen. Maar allemaal 1 voor 1, er wordt geen papiergeld meer aangenomen. Alles moet via de gepind worden. Ja. En ook een afstand gehouden worden bij de kassa. Is er wel genoeg voorraad in de winkels? Heb je daar geen last van?
We merken voornamelijk dat houdbare spullen niet aanwezig zijn. Het gekke is dat de vers fruit en verse groenten op zich wel steeds aanwezig blijven. Okay. Wat aan de ene kant logisch is, want mensen willen natuurlijk steeds minder hun huis uit. Maar aan de andere kant, de gezonde dingetjes is misschien nu een mooi moment om goed voor onszelf te zorgen. Ja, ja, ja. Maar dat is nog wel aanwezig. Maar vlees en dergelijke is inderdaad allemaal leeg. En we merken ook inderdaad dat bijvoorbeeld bij ons in de zorg dat het ook steeds lastiger is om aan maskertjes te komen en aan handschoenen en dergelijke. Nu hebben wij gelukkig nog wel, maar je hoort in de ziekenhuizen en zo dat het echt een probleem is en dat er inzamelingsacties worden gehouden om ze te helpen. Ja, het is hier sinds 2 dagen is het hier mooi weer. De zon schijnt. Nederlanders gingen toch weer massaal naar de parken, naar de stranden toe. Hoe gedragen de Madrilenen zich eigenlijk in deze situatie? Houden ze zich aan de regels? In eerste instantie niet. En dat was denk ik ook wel een beetje een probleem. En dat is daarom waarom ze nu ook zo streng zijn geworden. Want het is hier inderdaad ook lekker weer. En heel veel mensen, vooral in Madrid, hebben dan een huis in Madrid en een huis aan de kust bijvoorbeeld. En die proberen dan toch te ontsnappen en in de weekenden naar de kust te gaan. En er was gewoon een dag toen de lockdown al begonnen was. Dat er gewoon honderden mensen aan het strand lagen. Ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus ze zijn nu heel streng aan het controleren bij de uitgangen van grote steden om te zorgen dat dit niet gebeurt. Dus in het begin namen ze het niet serieus, maar je merkt dat de mensen dat toch steeds meer doen, omdat we hebben natuurlijk een behoorlijk hoog dodenaantal in geïnfecteerden. Ja. Dus je merkt dat de mensen het nu het wat serieus nemen, maar de eerste week inderdaad nog niet. En het grote probleem is ook, en helemaal omdat in Madrid zo'n hoog aantal is omdat 8 maart was er de Nationale Vrouwendag. En er was een ontzettend groot evenement. Ja, staking. Evenement inderdaad. En er waren echt miljoenen op straat. En waarschijnlijk daardoor ook dat Madrid zo'n hoog aantal heeft geïnfecteerden. Een beetje te vergelijken met Noord-Brabant, waar carnaval gevierd werd eigenlijk. Hè? Ja. 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 Je zegt ook, je zit in een van de brandhaarden van het coronavirus. Wat doet het met jou persoonlijk? Ben je bang? Ik ben niet per se bang om het te krijgen, omdat ik toch denk van, ik ben wat jonger, gezond. Dus op zich denk ik dat het niet heel erg is als ik het zou krijgen. Maar waar ik wel bang voor ben, is om anderen te infecteren. Zeg maar. Omdat je ook hoe die gekke dingen hoort, dat je zonder symptomen het virus mee kan dragen. Dus dat vind ik op zich eng. Maar ik denk wel dat we ontzettend goede maatregelen nemen. Ik persoonlijk, maar helemaal ook hier in Kliniek Catambre. Om dit echt te voorkomen. Dus ik maak me er niet zo druk om, maar dat zou iets zijn. Ja, als je me vraagt van wat is dan één, dan zou ik dat noemen. Ja. Ja, ik kan het wel vragen. Je hebt er natuurlijk ook helemaal geen antwoord op. Maar heb je enig idee hoe lang dit nog gaat duren? Hoor je daar iets over? We hebben gisteravond gehoord dat het doorgaat sowieso tot 11 april. De lockdown hier in Madrid. Dus sowieso tot 11 april helemaal niks. Nee. En we hebben ook een vermoeden dat ook meer bedrijven gaan sluiten. En dat het... Ik vermoed zelf dat het echt nog wel een tijdje langer doorgaat. Ja, dat vrees ik ook. Nou, we willen je heel veel sterkte wensen en bedankt voor je tijd dat je ons eventjes te woord wilde staan. En mocht er aanleiding toe zijn, dan weten we elkaar te vinden. Linda Schipper, oud-Almere, die werkt in Spanje. Daar heel veel doden na Italië. Ja. De coronabrandhaard in Europa. Dank je wel en nogmaals sterkte.